Maar eerst, zoals gezegd, dus Studio Sport met wielrennen. We gaan u zo verbinden met Italië voor een rechtstreekse uitzending van de laatste kilometers van de eerste voorjaarsklassieker. Maar voordat we daar aan toe zijn, want de beelden zijn nog niet tot ons gekomen, hebben we eerst nog andere wielerinformatie voor u. Jean Nelissen verzamelde die vanochtend vroeg in België. Het is zaterdagochtend van de 15e maart, de dag van Milaan-San Remo. We staan hier in Waregem. Het is 20 minuten over 9. En op dit tijdstip exact starten 1000 kilometer hier vandaan in Milaan 240 renners voor de Primavera, de klassieker Milaan-San Remo. Eén grote afwezige, de Australiër Phil Anderson. Hij woont hier in dit huis achter ons. Hij is de laatste dagen eigenlijk in opspraak gekomen. Hij zou getekend hebben voor een andere ploeg dan die van Peter Post. Hij zou slecht overwinterd hebben. Kortom, alle reden om even enkele vragen aan hem te stellen. Phil, why aren't you in Milan at this moment? Well, towards the end of last year, Peter Post and myself were making up a program for this year, or the beginning of the season, and we decided that I wouldn't be I'd be arriving in Europe a little later than before, and beginning with the season with the Pyrenees, and I wouldn't be doing the Milan-San Remo, but beginning normally with the classics such as the Tour of Flanders, and going on to the Flèche Wallonne and Liège-Bastogne-Liège. So it was a decision so that later on in the season I'd have a better form than last year. Yeah. Is that the only reason? Well, that's, you know, I have got an injury in my Achilles heel, on my right leg. Serious? Which, yeah, it was pretty serious. You know, I stopped in the Paris-Nice. I lost a lot of time, and you know, it was only one day from the finish. And I thought that if I would have continued, I might have done a lot more damage. So I think it was very sensible of me to stop. I think it caused a lot of, you know, surprise for everybody. But you know, I pushed on day after day, and you know, I was on the second page of the Classement Général for the first time in my life. But still, you know, I think we'll see the results coming later on in the season. I read in the papers that you already signed a contract with Roy Schouten for the next season. Is that true? There have been so many rumors this week. I mean, it's terrible, really. I come from, I've been here 2 weeks from Australia, where it's so quiet. I mean, it's tranquille. My neighbor is at 1 kilometer. We have kangaroos out there, it's so quiet. We're 2 hours from the city, and I come back here and it's just the phone is ringing off the hook from everybody calling, what is this, what is that? But I say it's all scandal. Scandal? I mean, it's all rumors. I haven't heard, I don't know who this Skoyten fella is. I've heard of this PDM team and they're... It's in all papers. Yeah, it's in all the papers. But it's not from me, it's from, I don't know who it's from. I think it's a publicity stunt from PDM. But for me, it's, you know, I haven't spoken to this person, I don't know what this team is. It's not my character to do this because, you know, the season has only just begun. I haven't given any results yet. I don't sign any contracts until I give results because it's bad for, it's bad for Panasonic. It's terrible if I go signing contract with somebody else, and I haven't even started producing results yet for this year. You know, it's incorrect. And besides, I'm very happy by Post. Why would I want to change? Yeah, can you understand that at the moment Peter Post is very upset about the story? Yeah, I think he's upset by the stories. It's a it's not the best time of the year for the team right now because we haven't had the results which we have had in the past, and I can understand he's nervous. I mean, it makes me annoyed when I see these things, especially when they're not true. And you know, it's like somebody is trying to cause big problems, and as a result, you know, people are saying things about me and the team that I'm not a good team rider or I'm an individual and only thinking of the money and stupid things like this. But you know, not like that, and you know, I think everybody's just getting upset over nothing. And you know, I think the relationship between Peter Post and myself has never been better. Yeah.
There are also some rumors that you didn't live seriously during the last winter, during the past months. Seriously? What is seriously? You know, I just carry on. You know, I'm not. I think most of the cyclists in Europe in the winter they sit on a couch like this for 4 months and watch television, and that's what they do for the 4 months. And then January comes around, they begin training. But in Australia, it's summer. It's beautiful weather to be outside, to be active, doing things. You know, I'm swimming every day. I'm riding my bike every day. I was just, you know, I was very active during those few weeks. I was doing a lot of publicity for the sport in Australia. I was doing some clinics. I was, you know, I think I got a lot of publicity for my sponsors, Panasonic, and you know, for the sport in Australia. And when January came around, training was beginning as usual. You know, I think there have been many. I've finished building a house there last year, yeah. And people think that I've been laying bricks up until March, I think, but really it's not like that. What's your prophecy for this afternoon? Well, I think from seeing Sean Kelly in the Paris-Nice, I think I'd have to have him as favourite. He was winning every bunch sprint. He was, well, you saw him time trialling. If he gets away on the Poggio or something, I think he could ride it easily to the finish alone. But when you're favourite like that, as he is favourite, it's very difficult to win, I know. Dat was Phil Anderson, en alle geruchten rondom zijn persoon heeft hij dus nu terecht zelf naar het land der fabelen verwezen. Bovendien is volgens hem Sean Kelly de aanstaande winnaar van Milan Sanremo, de eerste klassieker van het nieuwe seizoen, wielrennerseizoen 1986. We gaan kijken of dat bewaarheid wordt. We krijgen rechtstreekse beelden van de laatste fase van Milan Sanremo vanuit Italië. Is daarbij de commentator Mart Smeets. Goeiedag en welkom vanuit Italië, waar we beelden krijgen van de startceremonie vanochtend in de Rua Vittorio Emanuele in Milaan. Waar om 8:00 de renners al verzameld waren. De renners 240 in getal voor deze monsterrit. Dag Bernardino. Vrolijk gestemd vanochtend en met een Elfstedenmuts op. Maar het weer is goed in Italië, dus die muts kon snel af. Het was vanochtend niet zo'n zenuwachtige stemming als ik anders heb meegemaakt. Net of de Italianen ook leren van hun primavera, van hun openingsklassieker, de Jacques Hanegraaff. En over het geval Phil Anderson is natuurlijk heel veel gesproken. Dit is Rabotini in het peloton. Het beste antwoord kwam van de Australiër zelf. Upset about nothing, zei hij zojuist. Oftewel, storm in een glas water. Er is eigenlijk helemaal niets aan de hand. Maar toch, waar vuur is, is rook. En zeker geldt dat in het uitgebreide wielerpeloton. En alle geruchten, Saroni, alle geruchten die hier rondgingen de afgelopen dagen, die loeiden op. Laurent Fignon in het midden. En die loeiden hoog op. Want het was ongepast om nu al duidelijk te maken, dit is meneer Torriani, over het algemeen vrij rustig in zijn leven, maar op deze dag is hij gekomen buiten zijn zinnen. Acacio da Silva in het midden. En rechts naast hem Jennis Slenderbroek. Maar goed, het antwoord was duidelijk van Phil Anderson. En hij zei ook nog, als ik me dat goed kan herinneren, dat de verstandhouding tussen hem en Peter Post beter is dan ooit. Nou, het vervolg daarvan zullen we dan maar moeten zien in de komende maanden. Dit is een leuke passage in Milaan met een dubbele tramrails erin en dan 240 man eroverheen. En kijk naar die Torriani die daar als een dirigent in die auto staat. Dit en de Ronde van Italië zijn zijkoersen. Hij is de Levitan van Italië, alleen hij heeft alles altijd even iets eerder bedacht dan Levitan. En dit pak, want dat is een serieus pak wat zich hier achter de startauto bevindt.
zet zich fluitend in beweging naar een straatje even buiten Milaan met Cecco Moser recht in uw beeld, waar dan de officiële start plaatsvindt. Het is ook heel goed voor de middenstand van Milaan dat dit spel zich helemaal door de stad begeeft. U zag een lachende Kneteman. Kneteman die vandaag ook getooid is met baard en snor. Hij zal waarschijnlijk ook een nieuwe rol gaan krijgen in Ricky en Slingertje of zo. Hier is Henny Kuiper, de overwinnaar van verleden jaar met Ferry van der Houten, zijn trouwe vazal. Die start is over het algemeen nogal nerveus, omdat men dan zo tegen 50, 60 in het uur gaat rijden. En er enkele zeer onbekende zijn die dan proberen weg te gaan. En als ik die term geuit heb, dan komen we meteen bij vijf man die al vanaf het begin zijn gaan koersen. De nummer 110 is de meest bekende, dat is Kim Andersen, de Deen. We krijgen 144 in ons beeld, de Italiaan Della Case. De man in het oranje links is onze landgenoot Martin Kemp. Dat is de man die nu door uw beeld schuift. Dat is Della Case en Kim Andersen. En de twee anderen zijn de Italiaan Cavallo en de Deen Nielsen, eerstejaars professional. Dit zijn, zoals u begrijpt, beelden van vroeg in de ochtend. En de rechtstreekse beelden die de Italiaanse televisie ons zal gaan leveren, zullen gaan bewijzen of deze mannen gelijk hadden om zo vroeg al in de openingsklassieker van het seizoen ervan tussen te gaan. Het scenario is geschreven zoals zo vaak, hoe de koers in elkaar zit. Mario, die een goede indruk maakt. Vrij fris nog. Beetje Wijnands. Bauer. Petito en Rooks. Achteraan. En nu? Vicentini. Ja, als je er doorheen zit, zoals hij waarschijnlijk nu. Kijk, dan komt hij aan. Dan sluit hij rechts onder in uw beeld, sluit hij nu aan. Want zo'n zwiep kan een geweldige opkikker geven. Dan even door die wind heen met een vaart. Mooi in beeld. Wat is er op het ogenblik met Vicentini aan de hand? Rijdt hij zich naar de vijf of niet? Of blijft hij ook zwemmen? Die man die hier op kop rijdt is Doug Shapiro, zo te zien.
Kelly hier in het midden. Calcaterra is de man die het nu probeert. Weer een Guiseppe. Is van de ploeg van Freuler. Maar dat wordt niet goed gevonden. Door Bevilacqua, Italiaan. En we gaan weer een bergje op. Het is een peloton op de 5. Boom. Dus de begin van de beklimming is direct al genomen door de eerste van het peloton om dichterbij te komen. Zo te zien, Teun van Vliet weer. Ja. Ja, die kleine. Die rijdt in dienst van der Aarde. Ja, het is Van Vliet inderdaad, ja. Van der Aarde zit daar heel goed achter Moser. Van der Aarde gaat het nu zelf proberen. En ook Le Mans zit daar van voren. Daar gaat Rooks eraan voor de moeite. Moser goed in beeld. Bauer, Le Mans, Kelly in het midden. Ze zijn er nog daar. Petito. Rooks, Wijnands. Kijk, nu verbrokkelt het sterk. Rooks probeert het nog. Met de moed der wanhoop zoals die op de pedalen staat. Groot rijdend, Wijnands achter hem aan, maar dan komt die trein daar op gang. Bauer heeft er dus gewoon even laten zakken om Le Mans te halen en heeft dan ook nog de kracht om door te rijden ook. Dan moet je sterk zijn hoor. Zou Le Mans het dan moeten afmaken hier? Nu de grootmeester, oi 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 oi. Het is toch levensgevaarlijk met die motoren ertussen, het mag allemaal. Maar nu Inoda niet meer bij is, moeten Le Mans en Bauer het dan samen doen. Nou, van voren jongens, daar is het te doen. Maar die motor is natuurlijk even verachterd. Door dat oponthoud met die andere fotografen die daartussen zaten. Even kijken. Het is nu een chaos. Wie ligt waar? Ja, die motoren, hier moet u eens kijken, daaronder in beeld. Wat zal daar gevloekt worden in dat peloton? Een renner neemt de ideale lijn. En als die afgesneden wordt door zo'n motorman, is dat niet best. De actuele stand van zaken, daar zijn we. Ja, daar zijn nog mannen voor. Maar wat en wie en hoe en waar? Die draden, meneer, let op. Oh, die zit ook tussen de motoren in. Dat kan ook allemaal. Dat is... Le Mans in ieder geval, maar er zit een Italiaan bij. Beccia. Aan het postuur te zien is... Ja, Beccia. Le Mans, Beccia. En de motoren kunnen... Ja, natuurlijk, hij heeft volkomen gelijk, Le Mans. Donder op. Hier heb je niks te maken. Wedstrijdvervassing, Kelly in zijn eentje. Hupsie. Dit is toch... Het is wel leuk hoor, fietsen in Italië, maar dit mag natuurlijk niet. Kabeltjes binnendoor op de fiets, hier Beccia. En daar is Kelly. Hoe is het met jullie? Ik ga vast. Wat een krachtstaal straalt hij uit. Hij kwam als een trein en hij draait de versnelling daar waar je u tegen zegt. Even kijken wie daar nog naartoe kan komen. Ja. Rutiman, de Zwitser. Nicky Rutiman. Dus Kelly nu alleen. Met Le Mans. Zwoegend. Beccia.
vechtend om aan het laatste wiel te komen. Rut die man daar kort achter. Dit zijn de drie op kop. Daar zit dus nog een motor achter. Dat kan ook wel. Alles kan op het ogenblik. Dat is Rut die man. Dit is op de tanden bijten wat er nu gebeurt. Kelly, LeMond, Beccia, daar zit Moser met Fignon. En zo te zien Teun van Vliet nog altijd, ja. De kracht waarmee Kelly kwam doet vermoeden dat hij echt de sterkste van dit moment is. De manier waarop hij hier ook dit kleine treintje vaart geeft, bevestigt dat. En de jump van Ruttiman heeft nog niet geleid tot aansluiting. Daarachter wordt nu vertwijfeld gedemareerd. Drie man zijn al door. Dat is niet de makkelijkste manier om het zo te bekijken. Kelly, LeMond, Beccia. Dat zijn deze drie man. En Kelly die voortdurend aan de leiding blijft. Hè? Nou, we hebben het zo gehad. We zijn er bijna. We gaan nu in de afdaling en het is nu gewoon wie rechtdoor naar huis rijdt en het meeste durf heeft. Als eerste komt hij me voorbij, dan moet hij wel heel veel durven. In een afdaling, en dat hebben we, ik meen, 2 jaar geleden hier gezien in Sanremo, toen Moser zo hard naar beneden gaat, is de eerste plaats vaak een goede. En het is krak achter de finish, of achter de afdaling is het finish, daar komt de rest. Het gaat om de eerste drie, daar. Kijk, Kelly probeert nu op kop te komen en dat lukt hem ook. Hij neemt die bocht iets brutaler. Kelly, LeMond, Beccia. Je moet hier echt durven. Je gaat hier werkelijk met je schouder langs die randjes. Daar kan nauwelijks nog een lucifer tussen. En hij rijdt echt hard. Hij rijdt echt goed. De manier waarop hij naar de kop toe kwam, ja, dat was echt klasse. Oei, 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 oei. Gooien ze zich naar beneden op dit moment. Het is gedaan. Deze heren zijn de geklopten. Kijk eens hoe LeMond probeert om nog op die kop te kunnen komen. Maar het tempo wordt door Kelly zo hoog gehouden. Eén keer won een Brit hier, Tommy Simpson in 1964. Komt daar nu een Ier bij. Nog nooit won een Amerikaan overigens. En
Vele Italianen gingen Pecchia voor. Maar wat doe je als je met Kelly naar de meet gaat? Kelly in deze vorm, de absolute topper van het voorseizoen 1986. 6 overwinningen heeft hij op zak op het ogenblik. Hij dubbelt daarmee de nummer 2, Francesco Moser, die er 3 heeft. Toch nog even kijken. Geef even de kop over. Dan wil de Ier het toch een beetje rustig bekijken, zo te zien. Nu zijn ze beneden 1 kilometer. Ziet u? Waar vroeger dan nog zo'n 2,5 kilometer gereden moesten worden. Dit gaat nog lichtjes naar beneden. Het is een soort van kuil waar ze nu in komen. Kelly zit goed. Kijkt. Le Monde gokt op het wiel van Kelly. En Pecchia moet zich daar in eerste positie niet prettig weten. De 77e Milan-San Remo zit er bijna op. Lange ontsnapping van 5 man gehad. Vervolgens een groepje met Rooks en Wijnands. Toen de krachtexplosie van Kelly die Le Monde en Pecchia meekreeg. En met die 3 gaan we naar de streep. Een lange sprint die door Pecchia nu al ingezet wordt. Nou, dan kan Kelly nu aan gaan zetten. Hij blijft toch kijken en opletten. Daar gaat hij. Hier dendert over hem heen. En Le Monde kan het wiel niet houden, zoals te zien is. Met groot gemak. Sean Kelly 1, Le Monde 2, Pecchia 3. Ze zijn over de finish. En dan komt er een groot pak in de achtervolging aan. Maar we hebben de nummers 1, 2 en 3 gehad. 10 seconden zijn door. En met geraas melden zich daar nu de volgende. Met Saronni. Saronni wordt vierde, Wojtinek. En het hele spel. Ik geef u de einduitslag van deze 77e koers. U heeft het kunnen zien. Sean Kelly wint voor Greg Le Monde en voor Pecchia. We kijken nog 1 keer naar de sprint in herhaling. Een sprint die vrij eenvoudig ging voor Sean Kelly. Die een machtsprint hier kon laten neerzetten. Le Monde kon niet in zijn wiel blijven. En zo is dan de stand gemaakt. Kelly wint, Le Monde 2, Pecchia 3. Sprint van het peloton wordt gewonnen door Giuseppe Saronni. De Primavera, de opening klassieker in Italië, zit erop. Sean Kelly heeft zijn naam geschreven in die mooie lijst. Dit was het. Einde. Ja, een boeiende finale van de eerste klassieker van het nieuwe seizoen met een zeer sterke winnaar in de persoon natuurlijk van Sean Kelly.